De drie wijzen zijn dit met Jacques Vermeire, met Gertie Christoffels en met Walter Grootaerts. En de gastheer, dat is Kurt van Egen. Zeer goedenavond. Zeer goedenavond, dames en heren. Hier in een bomvol congrescentrum in Gent. Kijkers thuis, welkom bij de drie wijzen. Daar zitten ze, onze drie wijzen en onze twee kandidaten. Vandaag beginnen we met Stefan Tighethoff. Stefan is een onderwijzer uit Heverlee, hij is getrouwd, heeft een zoon en een dochter. Houdt van zaalvoetbal, zoetwatervissen, daar praat hij graag over. Werken en zijn gezin, Stefan. Ja. Dat is een heel programma. Maar dat zoetwatervissen, wat doe je daar nou precies mee? Wel, dat is eigenlijk eerder passief, dat is meer daarnaar kijken. Ja. En dan met collega daarover hobbyist praten. Een beetje over praten. Een zoetwatervis. Zo ongeveer, ja. Ja. Oh, ja. Spannend. Stefan, je speelt tegen Arnold van Bokstaal. Arnold van Bokstaal is bediende. Hij komt uit Oosterzeelen, is getrouwd, heeft een zoon, houdt van fietsen, wandelen en van voetbal. Ook allemaal passief? Passief voetbal toch? Passief voetbal toch, ja. Ja, passief voetbal. Wat zou dat kunnen wezen? Nee, in elk geval, Arnold, ik wens jullie heel veel geluk allebei. We spelen voor 700.000 frank, dames en heren, vandaag. Dat is een behoorlijke som. Goed opletten, hier is de eerste vraag. Hotdog. Ja, heel leuk, maar de vraag is, wat gaat er met dat koetje gebeuren, Jacques? Dat is een Oostenrijkse koe. En in Oostenrijk kunnen ze jodelen. Bij ons kan Bobby als koepen dat ook. Maar deze koe, die kan ook jodelen. Koe. Zeer plastisch vertolkt door Jacques Vermeire. Heb ik gedaan? Ah ja, ja. Gertie? Nee, deze koe of dit koetje heeft de natuurlijke aanleg om mensen te redden die onder een lawine bedolven zijn. Oh, is dat een Bernhardskoe? Ja, inderdaad. Bernhardskoe. Effectief een variante op de Sint-Bernardshond. Of ze met een tonnetje cognac rondloopt, is niet meteen duidelijk uit de beelden. Een Sint-Bernardskoe. Ja, Walter. We hebben een koe gezien, we hebben sneeuw gezien. Wel, die koe die kan skiën. Ik zeg het wel bij geen slalom. Het is geen slalom. Ah, nee. Geen super G, maar ze kan skiën. Zwarte piste. De koe kan jodelen, zegt Jacques. Gertie zegt de koe redt. En Walter zegt de koe skiet. Arnold en Stefan. Daar gaan we nou een keer de eerste 1000. Frank binnenhalen. Ik denk 3. Jij denkt dat de koe kan skiën? Arnold denkt dat de koe kan skiën, Stefan ook? Ja, ik denk dat ook. Je denkt dat ook? We gaan kijken wat de koe kan. Een schitterend begin. 1000, 1000. Dat is mooi. Zo beginnen we graag. We gaan naar onze tweede vraag, we blijven bij de beesten. Het is een spreuk en hij begint al dus. De vuilste varkens. En ik richt mij tot Jacques.
zitten op één. Oh, nee, maar doe dat toch altijd? Daar kan ik niet mee lachen. Ja. De vuilste varkens zijn soms de grootste ezels. Maar... er wordt weer ontspoeld. Ja, je mocht dat beeld wegdoen nu. Ja. Ja. Je had hier een voorbeeld. En... nee. De vuilste varkens geven de beste hesp. Dat wil zeggen, de mensen die er op los leven, die goed leven, die brengen het meeste op voor de maatschappij. Kijk eens aan. En dat is nog waar ook, denk ik. Ja. Gertie. Ja, misschien is dat wel waar, maar de uitdrukking is... de vuilste varkens willen in het schoonste stro slapen. En dat wil dan zoveel zeggen als... mensen die niks gewend zijn, die stellen meestal de hoogste eisen. Ja, weer een prachtige levensles, Walter. Dat klopt perfect, want ik weet het als ze vraagt voor hier te zitten. De vuilste varkens kennen de modder. En dat wil zeggen, alleen zij die erin leven, weten wat armoe is. Alleen de echte arme mens weet dat. Zo. Wat dat betekent. De vuilste varkens geven de beste hesp, zegt Jacques. We willen in schoonste stro slapen, zegt Gertie. En Walter zegt, kennen de modder, Arnold en Stefan. Het waren drie heel mooie verklaringen, heel mooie omschrijvingen, maar... er is maar één goed, Arnold. Ik hoop dat u... en jij denkt, de twee willen in het schoonste stro slapen. Dat was inderdaad een hele fraaie. En jij denkt, geef het de beste hesp. Ja, ik denk dat wel, ja. Haps. We gaan het vragen aan ons panel. Wat is het goede antwoord? Ja, Arnold. Ja, Arnold. Daarmee sta je aan de leiding, maar dit is pas voorlopig natuurlijk. Wij gaan nu kijken hoe onze Red Devils het doen in hun voorbereiding naar de United of the States. Mr. Williams. W, voor u toe, hè? Mr. Williams, W dus... waar u zeer veel belang aan hecht, is de look, hè? De look. De look moet cool zijn. Ja. En toch moet het een appeal hebben dat de Amerikanen aanspreekt. Dus street credibility, hè? Stilte! Mannen zijn ons, het volk zijn er ons. Heel de wereld is looking at Belgium now, you know. Ongelooflijk. Niet lekker aan de rijden, serieus blijven. Ik hang ook niet hier, hè? Kalm, hier, serieus. Oké. Zo. Zeg, uw hart van de Elst, wordt licht, hè? Ah, dat is al beter. Oké, mannen, tekstkennis is cool. Oké, je hebt het allemaal zo begrepen, het is la 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 la. Maar dat wordt in de United of the States wordt dat anders uitgesproken. Dat is dus lei, hè? Gelijk bij Klaasters, hè? Begrepen, het is lei. Oké, we gaan het volgende couplet doen. Tweede couplet, let goed op. 1, 2, 3. Dat is toch wel een beetje een kopvinderesje, de Philips, hoe ze heet zo, hè? Een kopvinder. Wat is een kopvinder? Wat is een kopvinder? Ja. De bekende kindervriend Michael Jackson, die ging eens voor zijn plastische charcuterie naar een specialist. En hij zei tegen de specialist, maak eens maar een kop fijner. Maak eens mijn kop fijner, zei hij. Maar de echte uitleg is, het is een stootkussen bevestigd aan de voorsteven van het schip, omdat het schip geen pijn zou hebben als het tegen het muurtje aankomt. Gertie, wat is een kopvender? Als vogels in een V-formatie vliegen, dan heb je dus altijd één vogel die het puntje van die V-vorm. Ja. En dat is de kopvender. En zoals bij wielrenners wordt die dus ook af en toe afgelost door een andere vogel. Maar dus degene die voorop vliegt is de kopvender. Formidabel wetenschappelijke uitleg. Walter?
Kopvinder is iets wat men gebruikt bij ossen. Dat legt men rond de nek. Dat is een soort juk dat men rond de nek legt, waar een brede leren riem over is. En die riem gaat naar de bestuurder van de ossenkar. En die kan daarmee sturen, die kan daarmee trekken. En dan gaat die os de goede richting uit. Dat is een kopvinder, dat juk eigenlijk. Een kopvinder. Een kopvinder is het stootkussen om de voorsteven van een boot. Het is een vogel die op kop vliegt. Of het is een juk, volgens Walter. Arnold en Stefan, een kopvinder. Eén. Je twijfelt, maar je zegt toch het stootkussen om de voorsteven van de boot, van het schip, zodat hij niet tegen staketsel aangaat, of toch wel. Vogel die op kop vliegt? Het zou kunnen. Het zou kunnen van niet, ik weet het niet. Ja. Stefan, dit is een psychologische aanpak. Ja, ja. Er is iets van. Verstandig. Ja, ja. U gaat zeer ver. U denkt erover na. Je hebt twee kansen. Het kan ook niet. Wat is een kopvinder? Mag ik het zeggen? Je mag het zeggen. Alsjeblieft, Arnold. Jawel. Stefan, je gaat er tegenaan moeten gaan. Goed, de volgende vraag is al dus. Wat betekent het woord blazenkoper, Jacques? Dat komt van het Frans woord acheteur de blabla. En dat is een homme naïef, een naïeve man die men alles kan wijsmaken. Men kan hem blazen in zijn nek slaan, men kan hem blazen zoals verkopen. Hij koopt de blazen, een blazenkoper. Ja, oké. Duidelijk. Een blazenkoper. Blazenkoper is koper dat nog niet gezuiverd is. Daar zit dus nog een beetje zwavel in en een aantal vreemde metalen. Walter. Een blazenkoper is ook iemand die tegelijkertijd blazen verkoopt. Het bestaat niet meer, het is een oud beroep. Dat was iemand die de varkensblazen kocht. En die blaast hem op, joh. En die van die varkensblazen potten maakte, allerlei voorwerpen maakte. Dus hij kocht de blazen, potten, maar verkocht ze ook. Nee, hij kocht de varkensblazen en verkocht er varkensblazen potten mee. Een blazenkoper is een heel naïeve man, volgens Jacques. Oh, ja. Het is een ongezuiverd koper, is het ongezuiverd koper liever. En het is een varkensblazenhandelaar, volgens Walter. Arnold en Stefan. Jij twijfelt lang, hè, Arnold? Jij twijfelt lang, maar je hebt het vaak wel bij het juiste eind. Varkensblazenhandelaar, denk je? Dinda. Ja, dat is wel duidelijk. En een heel naïeve man? De wilde gok. Misschien wel iets te naïef. We hebben twee antwoorden gekregen. Wat is het juiste antwoord? Dat van mij. Jawel. Een ongezuiverd koper is het. Er wordt niet gescoord. Er wordt niet gescoord, maar ja. We hebben nog een paar vraagjes voor 5000 frank. Komt hier. De groep Strafwerk, en zij brengen een apenlied. Het is oorspronkelijk geschreven door vader Abraham, u weet wel, die wekelijks zijn programma op BRT3 heeft. En dit is nu een nummer, het apenlied. Goedenavond, kameraden. Nee, slechte avond, kameraden. Ons lied is een aanklacht tegen de apen. Ja, tegen de apen. Apen die houden van bananen, ze pellen apennootjes en klimmen in de bomen. Apen, daar kan je ook mee lachen, ze hebben leuke ogen, een kind wil ervan dromen. Apen, ze hebben grote handen, ze houden ook van dansen. Hoe zou dit apenlied verder gaan, Jacques? Moest Walter maar zo kunnen zingen, we zouden al zeer tevreden zijn. En de tekst gaat verder. En willen wel eens zwanzen. Zwijnzen, in het eind. Zwijnzen. Willen wel eens zwanzen. Gertie. Dus de zin ervoor was, ze houden ook van dansen en lekker heel veel schransen. Bananen en zo. Jawel, flink erin vliegen. Walter. Apen die hebben grote handen, ze houden ook van dansen en van grote autobanden. Dat is reclame, ik denk dat ik het nog maar eens best samenvat voor Stefan en Arnold. En willen wel eens zwanzen, zegt Jaak. En volgens Gertie is het en lekker heel veel schranzen.
En het is een grote autobanden volgens Walter. Ja, dit kan alle kanten op, hè, Stefan. En Arnold, dit is niet gemakkelijk. Dit is de drie wijzen, dit is cultuur. En Willem wel in Swanzen. Dat denk ik, ja. Vader Abraham. En jij denkt aan grote autobanden? Ja, van die reclame, hè, op televisie. Oh, reclame, mag niet. Mag. Strafwerk. Apen, ze hebben grote handen, ze houden ook van dansen. En grote autobanden. Stefan! Perfect, komt erbij. En daarmee staan we, als ik me niet vergis, staan we gelijk. Spannend! Goed, we gaan bellen met Kit Safari. En Kit die is voor onze telefoonvraag erbij. Kit, vertel ons uw verhaal. Oké, mag ik van start gaan? Hallo. Jawel. Hallo. Oké, okay, ja. Ja. Hallo. Hallo. Ik sta op een bepaald moment in Londen en ik ben de tweede cd aan het maken en ik wil vertrekken om een optreden te doen in Antwerpen. Ik moest de volgende dag terug in Londen zijn en ik merk ineens dat ze spullen uit mijn kamer hebben gestolen. Met die spullen, met die dingen te rapporteren, verspeel ik mijn trein en zo dus ook mijn vliegtuig. Nu, ik sta op een bepaald moment daar in Gatwick te koekeloeren, zoals ze dat zeggen, en ik probeer nog met het laatste geld dat ik heb nog een vliegtuigticket te halen voor Amsterdam. Het was mijn enigste mogelijkheid om over de plas te geraken. Dat lukt mij, net op de valreep. Ik kan geen telefoon doen, ik moet mij heel snel haasten. En ik kom uiteindelijk in Amsterdam aan. Nu moet je weten, ik ben daar vertrokken om 9 uur in Engeland. Ik kwam daaraan om 10 uur in Amsterdam. En het is 2 uur rijden om in Antwerpen te geraken. Nu, paniek al over natuurlijk, maar ik stond toch al in Amsterdam. Dat was al iets. Ik had geen geld meer, want ik had al mijn geld uitgegeven aan het ticket in Londen. En, dus ik moest daar proberen op de een of andere manier de mensen te verwittigen dat ik er aankwam. En wat moest ik nu doen? Nu stond ik daar in Amsterdam en ik zag daar... Ja? Je staat daar in Amsterdam. Hallo! Hallo! Ja, ik sta daar in Amsterdam. En nu gaan wij vragen aan de mensen hoe het verder ging. Ja, ja. Absoluut. Jacques, vertel maar. Dankjewel. Volgens mij had Kit Safari een probleem. Ik wil er vanaf zijn, maar hij had een probleem. Hij stond dus in Amsterdam en hij moest dus in België geraken. En wat heeft hij gedaan? Hij heeft iets geregeld met een taxichauffeur. Hoe hij dat gedaan heeft, weet ik niet juist. Maar hij is toch met de taxi in België geraakt. Maar hij moest al opgetreden zijn. Maar hij stond samen met de Strangers op het podium. Op dat fiche. Op dat fiche. En normaal moest hij het voorprogramma spelen van de Strangers. Maar de Strangers hebben dan het voorprogramma gespeeld van Kit Safari. En die hebben dat blijven trekken. Die hebben dan al in een bazaar boven getrokken, en, enfin, qua liedjes. zijn geschippendeels, dat weten wij ook. En Kit Safari heeft dan na de Strangers gezongen, omdat de Strangers zo tof waren om het te rekken. Het optreden. Gertie, hoe heeft hij het opgelost? Ja. Wel, eigenlijk heeft hij het niet echt opgelost. Een van de leden van zijn orkest, die zaten nog allemaal in Londen, ja, heeft naar zijn vrouw in Antwerpen gebeld, heeft dus het hele verhaal verteld van hij is onderweg, maar hij moet in Amsterdam afgehaald worden. Dus toen hij in Amsterdam aankwam, stond zijn vrouw daar met de wagen klaar en die zijn dus hals over kop naar Antwerpen gereden. Nee, nou, naar Antwerpen en hij was dus nog net op tijd voor het optreden. Ja. Walter, wat was de oplossing volgens jou? Hij had gewoon enorm veel geluk, hij landt dus inderdaad in Amsterdam, hij komt in Amsterdam buiten. Ondertussen denken van hoe ga ik in Antwerpen geraken. Ja. Het enige waar hij op het moment aan dacht was autostop. Ja. Maar hij moest zelfs zijn duim nog niet uitsteken. Nee. Want de eerste die eraan kwam was toevallig een Belg die hem ook herkende. En die zei, wat doe jij in Amsterdam? Ga je ergens naartoe? Hij zei, nee, ik kom aan, maar ik moet wel in Antwerpen geraken. En die man heeft hem direct meegenomen in zijn wagen naar Antwerpen. En afgezet aan de zaal waar hij moest spelen. Arnold en Stefan, hier komen ze op een rijtje. Gewoon met de taxi en gewisseld met de Strangers. Die hebben dat voor hem opgelost. Zijn vrouw was in Amsterdam aanwezig, zegt Gertie. Nee. Liften en er was een Belg voor hem. Die dat meteen hem meenam. Stefan en Arnold. 1, 2 of 3? 3. Jij denkt met dat liften? De Belg? Logisch. Ja, dat gebeurt wel vaker, denk je, Arnold. Jij denkt dat ook, Stefan? Ja, het is een mooi verhaal.
Ja. Dat is een mooi verhaal, hè? Kit Safari, jij bent er nog? Hallo. Ja, ik ben er nog. Vertel het maar. Ja. Vertel het maar. Ja, Kurt, ja. 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 Je bent nu in beeld, je bent nu in beeld, ja. Vertel het maar. Zeg het maar. Ja, ik kom buiten daar in Amsterdam en ik zie een taxichauffeur met het opschrift The Getaway op zijn jacket. En er staat een groepje van die taxichauffeurs. Ik neem hem speciaal eruit. Ik vraag hem van, hey man, kan ik even spreken? Kun jij mij naar België brengen? Maar ik moet wel... Ik kan nu niet betalen, maar ik kan zelfs wel betalen. Want ik heb daar een optreden, ik moet daar binnen het anderhalf uur daar zijn. En die man, die heeft zich heel discreet uit de rij van de taxis gehaald. Die aan de overkant van de straat heeft hij me gewenkt en heeft hij gezegd, kom gauw. En dan ben ik in de taxi gestapt en dan heeft hij mij zijn naar België gevoerd. Laten gebruiken. En zo ben ik nog net op tijd. De groep die zette gewoon het eerste nummer in, 1, 2, 3, 4. En ik kwam op het podium. En de Strangers hadden gewisseld met jou? En de Strangers hadden gewisseld. Een ongelofelijke collegialiteit hadden ze daar tentoon gespreid. En ik ben ze nog altijd dankbaar. Hallo. Hallo. Dankjewel. Dankjewel, Kit. Hallo. Er is hier niet gescoord geworden, maar wij danken je zeer hartelijk voor dit zeer korte verhaal. Hallo. Dankjewel. Hallo. Het is dus Spieses die voor de oplossing moet zorgen, die hier gaat kijken, gaat ervoor zorgen wie er naar de eindronde gaat. Voor 700.000 frank Spieses. Hallo, hallo. Naast de vele boeken zijn er natuurlijk ook de archieven. De archieven zijn dus losse papieren en die zitten in de archiefdozen. Vandaar dus archieven, omdat ze dus in de dozen zitten. En op de archiefdozen staat er altijd opgeschreven wat er in de doos zit. Zodanig dat je ze niet moet open doen om te zien wat erin zit. Dat is tijdwinst. Dat is niet moeilijk. Dat is gemakkelijk. En dat is hier muziek 1, muziek 2, muziek 3. Muziek 4, dat zijn de nummers van de noten. En dan heb je hier ook menu 14, menu 15. Dat wil dus zeggen dat er dus één menu meer in zit. Dat is hier. En dan gaat voor een 16, zelfs menu 17, 18 en 19. En verder niet, want de kas is te kort. En dan is er hier nog een heel speciale dosis. Dat is de doos van de vreemde voorwerpen. En dan gaan we een keer kijken. Kijk, we gaan dat. En ik zou u vragen om de schijf goed te bekijken. Want ik kan direct een vraag stellen. Kijk goed. En de vraag is... Wat is het? Ja. Zaak. Wat is het? Dat speelt zich af in de elektronica, dat noemen we de insteekpil. En we moeten die gebruiken voor de voltage van twee apparaten gelijk te schakelen. En men kan die kopen dus, dat is een groot bord dat men koopt. En dat is per dag, dus maandag, dinsdag, woensdag. En moet die pil eruit nemen. De 28 dagen aan een stuk in die machines. En dan zijn er 5 dagen gerust en dan kunnen wij beginnen te steken. Dat is de insteekpil. Wat is het? Ja, laat me even, want het is een vrij moeilijke uitleg. Jij had het over elektronica. Het is inderdaad een elektronische component. Het is namelijk, het dient voor, wacht nu even. Nu gaan we het wanneer, krijgen. Nu gaan we het wanneer krijgen. Een aantal apparaten aan elkaar gekoppeld zijn, bijvoorbeeld een computer trein. Met een printer. Een printer met een scanner, weet ik veel wat nog allemaal, dat aan elkaar kan geschakeld worden. Die rotzooi. Ja. Je moet, dan, ik bedoel, ieder stekkertje wordt in het gaatje van dat vorige apparaat gestoken. Oh, ja. Maar ja. Dat laatste apparaat dat je daar aan hangt, heeft natuurlijk een open opening. En ja. Die dat nastopstuk is dus... Nastopstuk. Als het ware een dummy, want dus dat laat Spiesen zien, het is een nastopstuk. Zei de gynaecoloog van haar moeder ook, wat is het? Is een nastopstuk. Nee, laat me heel anders, dan snappen ze niet. Dus dat nastopstuk moet in dat laatste apparaat gestoken worden en dan weet dus de besturingsfunctie dat de hele toestand aan elkaar gekoppeld is en kan werken. Ja. In het Engels heet dat... Ah. Wat? Het is een afstemspoel. Dat is ook duidelijk. De afstemspoel is een heel eenvoudig apparaat. Jullie kennen het allemaal. We kennen de oude knop van de vroegere radio's waar je moest aan draaien om van zender te veranderen. Wel, de spoel die je zit aan de binnenkant.
En die, daar zit dat koortje of die lus rond, die laat de naald opzij gaan. Dat is de afstemspoel, die draait rond. Het is een insteekpil volgens Jacques, een nastopstuk volgens Gertie en een afstemspoel volgens Walter. Stefan en Arnold, ik vermoed dat dit gokken wordt. Licht vermoeden. Wat doen we ermee, Stefan? Ja. En daar gaat het gaan gebeuren. Jij denkt de afstemspoel, Arnold? Ja, ik denk dat. Afstemspoel. En jij denkt de, het nastopstuk? Ik zal het niet weten. Spiezes, red ons. En dan nu het antwoord. Het is een afstemspoel. De verliezer. Stefan, we vinden het niet erg, hè, want het is ontzaggelijk leuk om mee te spelen. Dacht ik, ja, we spelen al jaren mee. Dit is de drie wijze ster voor jou. Bij de FNAC vond ik de poorten van Damascus van Lieve Joris, van Herman Brusselmans, ex-minnaar. En onder de torens, want we zijn in Gent, van Hugo Claus. En een applaus, dames en heren, voor Stefan. Ja, Arnold, een enveloppe. 700.000 frank zou je er moeten voor betalen om de inhoud daarvan te kennen. Maar je kunt dus 700.000 frank winnen als ik hierop tik en ze zijn er. Je hebt 13.000, dat brengt geluk. Jacques. Een van mijn eerste televisieverschijningen was ongeveer 20 jaar terug. In het programma Wieken en Wegen met Milou. En ik moest daar een kwiekje opnemen, dus iets grappigs. Dat ging over automaten. En ik moest als Romein door het Zoninwoud gaan lopen om zo gezegd de eerste automaat te gaan vinden in het bos. Goed, ik moest naar de BRTN. Een van de eerste keer dat ik daar kwam. De oude automaat zeker? Ja, oude, nee, gewoon flauw. Ja. En zeer flauw. En ik moest mij omkleden en ik liep daar rond in de kleedkamer als Romein. Dus ik had van die lichte sandaaltjes aan met zo'n koordekel op mijn benen. Ik had een rok aan, ik had zo een borststuk aan, gelijk zij er eentje aan heeft. En ik liep er als Romein rond. Ik moest nog gaan eten. Ik kwam de refter binnen op de BRT, zo in Romeinse kleren, ik viel er tamelijk op. Dan werden wij gereden naar het Zoninwoud en ik moest daar, dat was winter, het had gesneeuwd en ik heb daar ongeveer een uur en een half, bijna op mijn blote voeten met zo'n dun zooltje, moest ik daar, daar zat een sneeuwwit vogeltje, met zo'n nagemaakt harpje, moest ik daar een komisch sketchje gaan doen in de winter op mijn blote voeten in de sneeuw in het Zoninwoud. Ik heb het ver gebracht, toch, hè? Arnold. Ik denk dat het fout is. Je denkt dat het niet waar is? Dan moet je niet waar drukken, Gertie. Arnold, een paar weken geleden heb ik al verteld dat ik in Moskou geweest ben voor een reportage te maken. Nu, om naar Moskou te mogen gaan, moest ik een visum hebben. En ze hadden me van op de ambassade gezegd dat ik 4 foto's nodig had. Nu, zoals zo vaak, had ik heel weinig tijd, dus ik moest nog boodschappen gaan doen. En in het shoppingcenter waar ik boodschappen ging doen, zag ik dus zo'n klein kotje staan waar je dus zo 4 pasfotootjes kan maken. Zelf, je weet wat ik bedoel. Goed, ik lees dus aan de buitenkant van het kotje even de instructies. Ik ga binnen, ik trek dat gordijntje dicht. Dus ik moest eerst mijn geld insteken, ik steek mijn geld in, dan moest je gaan zitten. Dus ik zet me op dat stoeltje, dat is zo'n klein draaistoeltje. Nu, wat was er waarschijnlijk gebeurd? Degene die voor mij geweest was, was blijkbaar een kind geweest, want dat stoeltje was dus heel hoog gezet. En dat moest je dus helemaal naar beneden. Was dat over u? Ik had dus ondertussen wel mijn geld ingestoken, dus ik moet me hier ongelooflijk haasten, dus ik draai me om. Ik zit dus aan dat stoeltje te morrelen om dat dus naar beneden te krijgen, maar ondertussen hoor ik dus het geklik achter me, met als gevolg dat op de eerste 4 tenminste mijn benedenrug stond, om het zomaar... Triestige foto's, hè? ...te zeggen. Amai. In Moskou... Waar? Wat dat in Moskou geeft er geld voor. Wat hij toch allemaal meemaakt, hè? Arnold. Boeiend verhaal. Boeiend. Gertie heeft toch al een leven, hè? Het is schoppen, maar we denken dat het juist is. Oh, ik zit op de rand van mijn stoel te luisteren. Het is wel gewaagd, hoor. Want het is toch iets dat niet iedereen meemaakt. Wel, formidabel. Zo'n verhaal. Mijn verhaal is nog niet
heel oud. Dat heeft zich pas deze namiddag afgespeeld. Ja, maar ik kan het nu al vertellen. Omdat vertel dat nu niet, Walter. Onvoorstelbaar. Het is wel onvoorstelbaar. Ik wil niet dat iemand dat weet. Ah, maar dat ging ik niet vertellen, Gertie. Dat ging ik niet vertellen. Nee, ik was nog op tijd wakker, hè. Nee. Ik was hier nog op tijd. Ik moest deze namiddag vier liedjes opnemen op de BRT Radiostudio. Met een playbackband en ik moest alleen er maar op zingen. Ik moest er nog twee doen in het Duits en twee in het Engels. De bedoeling was van kleunersliedjes naar het Engels en naar het Duits over te zetten. De teksten waren gemaakt. Wij beginnen op te nemen. De eerste drie nummers die ik moest doen, dat ging vanzelf. Want tenslotte, ik ben een beroeps. Dopper. De eerste drie nummers, dat ging perfect. Het vierde nummer dat ik moest doen was Zo Jong in het Engels. Wat eigenlijk bijna hetzelfde is, dat is So Young. Maar in het refrein, en dat heeft een uur geduurd en we zijn moeten stoppen, we hebben het niet kunnen opnemen. Want we vonden de oorzaak niet, de technici ook niet. De strofe ging perfect. En in het refrein, de derde zin en de zesde zin van het refrein, elke keer terug, viel de micro uit. Maar nu, elke keer op dezelfde zin, en die schoot terug aan als ik Zo Jong moest zingen, en ik bij drie, twee zinnen daarna opnieuw moest inpikken, dan viel de micro telkens uit. Hoe denk daar... jij nu liedjes van Jimmy Frick tegenwoordig? Nee, dat was zo mooi, zo blond en zo alleen. Zo Jung is het. Arnold. Kleine rossen. Is dit schrijnende verhaal, want het is toch schrijnend dat die Engelsen nu ook naar de Kreuners moeten luisteren. Is dat waar of niet waar? Ik denk dat dat waar is. Ik ga de enveloppen openen, Arnold. 13.000 heb je. Dat brengt geluk, zei ik al. En hier komen ze. Walter, ik wil dat direct weten of dat het inderdaad zo erg is als dat jij het daar voorstelt. Gaat dat door? Gaat dat inderdaad? Was dat inderdaad zo? Was dat waar? Wij hadden inderdaad enorme problemen met die micro en we weten niet waarom. Jacques, ja, als Romein heb jij eigenlijk je carrière, bij je televisiecarrière begonnen. Is dat waar of niet waar? Waar. Gertie, bestaan er vier foto's van jouw rug? Dat pakt hij op papier volgens mij. Wat jammer, Arnold, wat jammer. Maar niet getreurd. De drie wijzenster is voor jou. 13.000 frank. En een overdonderend applaus voor Arnold. Volgende week, dames en heren, spelen we over 800.000 frank. Ik hoop dat u weer meekijkt. Tot dan.